Vier leerlingen van het Ichthus Lyceum in Driehuis zijn geschorst door hun school nadat een eindexamenstunt eerder volledig uit de hand liep. Ja, wel een beetje extreem, aangezien ja, het is wel hun school. Ze hebben het wel misschien gesloopt, maar ja, het is misschien wel net iets te extreem wat ze hebben gedaan. Ze zijn hier toch niet meer zo lang. Ze moeten alleen hun eindexamens maken. Maar dat kunnen ze waarschijnlijk vergeten. De geschorste leerlingen mogen ook geen eindexamen doen. De school heeft aangifte gedaan van vandalisme en geweldpleging. De schade loopt op tot 60.000 euro. En dat terwijl de stunt begon met een ludieke actie van ingepakte spullen. Dan kom je aan en dan zie je gewoon het bord van inpakken en wegwezen. Weet je. Dan denk je dat is wel grappig. Zie je zoveel mensen buiten zitten. En dan kom je binnen, maar dan zie je dat het echt ongelooflijk is wat ze gedaan hebben. Mensen gingen het pak papier wat het plan was, gingen ze slopen. Toen andere mensen ook zagen dat het gesloopt werd, gingen andere klassen buiten examenklassen ook meedoen met het slopen van dingen. Maar gewoon kranen, schilderijen, zeg maar alles gewoon. Het Ichthus Lyceum heeft nu bepaald dat toekomstige examenstunts niet meer binnen de school mogen plaatsvinden.